op een locatie. Jij zegt, ik heb een verschrikkelijk mooi idee. Nou, een verschrikkelijk mooi idee. Ik bedoel, we waren net bij de energiehal. Ja. En toen dacht ik, weet je wat? We gaan ook nog even naar de Blijdorp. Blijdorp. Maar wat hebben we hier bij Blijdorp? Wat heb je met Blijdorp dan? Nou, wat ik met Blijdorp heb, is dat ik vroeger daar wel heel veel geweest ben. Nou, veel, veel. Ik kan me daar wel dingen van herinneren. Of ik die dingen nou zelf kan herinneren, of ik dat nou kan herinneren omdat er foto's stonden in het plakboek. Ja. Misschien kan ik die foto's er nog wel inmonteren. Vroeger met de diergaarde waren de, als hij binnenkwam via de oude ingang. Dit is ja, maar dit is waarschijnlijk, de oude ingang is aan de voorzijde. Ja, nou, nee, dat weet ik wel, maar de oude ingang, daar had je die pinguïns en dat soort zaken. Ja, klopt. Maar je had ook ara's, oftewel de papegaaien. Je had papegaaien, die zaten op een stok. En die kon je gewoon mee aaien. Ik zal het bij God niet meer weten. Ik ben een aantal keer, ik ben ook vaak hier geweest. Ja, maar die waren de papegaaien, die waren gewoon los. Nou, ja, niet los, nee. Maar die zaten op een stok. Ja. En die kon je. En tegenwoordig kan dat allemaal niet meer, want alles wordt gestolen, hè? Zo, hè. Ze hebben zelfs, geloof ik, hier zo, of nou bij deze dierentuin is, weet ik niet. Maar zelfs in dierentuinen worden gewoon vogels gestolen. Hoe moet je er nou mee? Nou ja, en tropische beesten. En verkopen weer. Ja, maar ja, goed. Laten we de rest. Maar en voor de rest van de dierentuin. Nou ja, Bokito die gaat hier weg, heb ik begrepen. Alle gorilla's, voor de mensen die nog gorilla willen kijken. Die zou opschieten, want alle gorilla's gaan in Maar Blijdorp. Bokito is toch al weg? Ja, die is dood, toch? Ja, die is overleden. Ja, die is overleden, dacht ik. Ja. En alle gorilla's die gaan weg. Maar ik zal het nog even nazoeken. Ja. Maar dat is wat ik ergens gelezen had. Maar ik heb hier ook wel wat voetstapjes staan, ja. Ja. We hebben een ouders. En met mijn kinderen wel. En het werd ook steeds groter, hè? Ja, het ging helemaal uitpluizen. Nou, bijna, je zou er bijna een hotel bij moeten nemen om het hele dierentuin te gaan zien. Maar zeg jij van dierentuin blij dat het moet blijven? Of gaan wij gewoon een hetze krijgen tegen alle dierentuinen in de wereld? Of mensen zeggen, het is natuurlijk wel een subsidiepot van hier tot Jeruzalem. Nou ja, ik weet niet. En het is natuurlijk wel, vind je het belangrijk vandaag de dag? Dan moet ik het goed zeggen. Vind je het belangrijk, Jim? Nou, wat dierentuin. En dierentuin. Nou, wat dierentuin. De intentie van dierentuinen was. Gaan we even terug. Even terug in de geschiedenis. De intentie van een dierentuin was om dieren te laten zien die mensen alleen maar van een plaatje kenden. Ja. Want er was nog geen tv. Ja. Nu kan je alles op televisie zien. En je kan naar Zuid-Afrika toe. Daar kan je die dingen in het wild zien. Het enige waar nu een dierentuin, denk ik, wat handig is voor een dierentuin, is een fokprogramma's die ze hebben. Ja, maar ja, daarom. Dat is eigenlijk. Om de dieren voor te laten, dus niet uit te laten sterven, om dat gewoon blijven. Die visuele cirkel te laten herhalen, want natuurlijk. De panda's, als we daar op teruggaan, die zijn ben ik nog eens een keer wezen kijken. Vreemde beesten trouwens. Maar die zijn van een bedreigde diersoort zijn ze niet meer, ze zijn nu een stapje minder erg uitgestorven, omdat ze behoorlijk worden beschermd in China. Daar heeft Nederland natuurlijk ook al meegewerkt, hè? Ja, die panda is alweer weg, die daar geboren is. Maar goed. Dierentuin, ja, ik denk als hier de wokgemeenschap los op gaat, dan is het einde dierentuin. Ja, hè? Nou, dat gevoel had ik ook al. Want de mensen zeggen van ja, goed, weet je, het is hartstikke leuk allemaal. En natuurlijk, het is om lekker een dagje te gaan met je gezin. Maar goed. En het leukste is als je met je kinderen naar de dierentuin gaat. Het eerste waar ze heen willen is de speeltuin. Ja. Ja. Dus, de grote speeltuin. Want mijn kleinzoon wil hier altijd naar de grote speeltuin. Nee, je moet maar naar de speeltuin. Ja, dat soort dingen. En ik kan nog herinneren. Ik ben ooit eens naar Zuid-Afrika geweest. Heb ik daar rondgegaan in een jeepje door het Krugerpark en het Sloeby-park, geloof ik. Wow. En toen was ik die maand daarna, toen ik terugkwam in Nederland, ben ik naar de dierentuin gegaan. En dat was toch wel een ouwe, hè? Okay. Dat was geen prettig gezicht, want die dieren die lopen lekker vrij rond en hier niet natuurlijk. Maar terug, nou even terug. Ja. Gaan wij nog een keer hier een binnenopname doen? Ja. En we mogen alleen, ja, want ken je het verhaal van André Verduin, Animal Crackers? En waar wil je heen? Welk verhaal? Want er waren een aantal van Animal Crackers. Nee, Animal Crackers. André Verduin wilde weer Animal Crackers gaan doen, maar kreeg geen toestemming van de dierentuin. Want die dieren hebben een privacy. Ook al? Dieren hebben een privacy. Oh, okay. Dus wij mogen misschien, ja wel, ik denk als wij de dierentuin, kunnen wij toch gewoon opnames maken? Nee. We zitten toch aan de privacywet, dus dat zullen we dan toch eerst een mailtje moeten sturen naar Blijdorp.
Van joh, we willen opnames maken en mag dat? Dan moet je akkoord voor vragen, Jack. Tegenwoordig is dat zo. Dat hebben we toch meegemaakt ook ja, in de, NS. De Euromast en in de... ja, daar hebben we nog steeds geen mail van gehad. Nee, nee NS hebben nog steeds geen mail ProRail, van gehad. ProRail, wij hebben illegaal opnames gemaakt in Rotterdam. Ja, dat kennen wisten we nou. Wij trouwens, we wisten niet dat het illegaal was. Nee. Nee, want ik heb alle bordjes gelezen aan het begin van het station al. We hebben dubbelcheck hebben we gedaan. We hebben dubbelcheck gedaan. Ja. Maar we hebben nog niks over gehoord. Maar goed, De dierentuin. Ja, die gaan er blij op. Ik wil graag een keer komen. Ik denk jij ook wel. Dat we samen eens een keer een dagje dierengaarden doen. Ja, en misschien, weet je wat ik dan weer leuk vind? Achter de schermen kijken. Dus moeten we een mailtje sturen. Ja, ik vind het altijd leuk om achter de scherm te kijken. En dan heeft het meer respect van hoe een organisatie bezig is. Ik weet dat er een aantal gemeenteraadsleden vrijwilligers zijn hier. Eén weet ik er zeker van. Oh, dan gaan we die even mailen. Misschien dat die iets kan... Ja, ik vind altijd achter de schermen. Want als je achter de schermen bij een organisatie of iets bent, dan krijg je daar meer respect voor. Ja, nou ja, goed. Ik heb toch wel respect voor Blijdorp. Want ik vind het gewoon een leuke organisatie. En dat ze nog steeds staande blijven. Net na de corona, want het was ook nog een dingetje. Hè? Oh, de corona hebben we ook nog gehad. Ja. Jongens. Hey, goed, Jack. Ik, maar ik vraag me één ding ook af. Het is hier stervenskoud. Ja. En het is hartstikke druk. Wie gaat er met dit weer naar de dierentuin? Nou, mensen kunnen het niet zien. Als wij naar de parkeerplaats kijken, die staat gewoon helemaal vol. Dus kan je nagaan dat het toch wel geliefd is. Ja, maar dan konden de auto ineens parkeren hier. Nee, we moesten hem heel ergens aan. We hebben een heel stuk moeten lopen om hier te kunnen komen. Maar ja, hey, dat doen we. Wordt vervolgd. Koud. Ik vind het leuk. Hartstikke bedankt. Vind koud. Ik vind het leuk.